Ja, het is gewoon een heel vrij gevoel. Superleuk. De 18-jarige Joep uit Zaltbommel heeft talent. Dit jaar plaatste hij zich voor het WK trampolinespringen in Tokio. Ja, echt super. Ik train al inmiddels 6 jaar om mee te kunnen doen aan een WK. En om het nu eindelijk waar te kunnen maken is echt super. Ja. Maar de kosten voor die reis moet hij zelf betalen. Armen. De Turnbom besloot dit jaar om de financiering van het trampolinespringen te stoppen. Heupen. Op basis van een uitgebreid onderzoek is naar voren gekomen dat de investering in trampolinespringen onvoldoende impact heeft op topsportniveau in 2020. Ik vond het eigenlijk best wel onverwachts eerlijk gezegd, want er is een top 6 plek op een EK gehaald door een vrouw. Er is op het jeugd-EK is er een top 3 plek gehaald. En we hadden vorig jaar dan een beetje een wat minder jaar en zijn we eigenlijk meteen uit de bond gegooid. Om toch naar het WK te kunnen startte Joep een crowdfundactie. En hij heeft veel fans. Vrienden en buurtgenoten steunen hem massaal. Ja, nou, ik had het echt absoluut niet verwacht dat ik in één keer zoveel binnen zou krijgen. En ja, al de berichten die erbij komen, het geldbedrag dat ik er al mee heb opgehaald, het is echt ja, niet normaal. Ik ben super dankbaar voor. Met een goede prestatie op het WK wil Joep de bond overtuigen hem weer financieel te gaan steunen. Over 2 weken is het zover. Joep moet nog een paar €100 ophalen. Maar hij is positief. De reis naar Tokio kost ongeveer €3.500, dus ja, dat is flink wat. Maar ik ben goed op weg en ik denk dat het allemaal wel goed gaat komen.